Het programma van morgen, tot en met dat gedeelte van parachute springen, gaat normaal door. En voor de rest, dat gedeelte dat betrekking heeft op de receptie enzovoort, op het presidentieel paleis, felicitaties. Ja, dat als ik het goed heb, dat gedeelte van die receptie, dat het is afgelast. Mede vanwege die ramp die heeft plaatsgevonden afgelopen maandag. En het programma, u zegt dat parachute springen gaat normaal door. Maar wat is dat programma daarvoor? Het begint om 6:00? De manschappen die worden al heel vroeg in de ochtend worden ze verwacht op hun respectievelijke basis. En daar zal de aankleding plaatsvinden. Daar zal de verstrekking van de benodigde attributen plaatsvinden. En dan vindt het vervoer plaats naar het stadscentrum. Alwaar de vandelwachten zullen intreden. Het afmarcheren zal plaatsvinden naar het onafhankelijkheidsplein. De ceremoniële begroeting door de korpschef en de bevelhebber. Als ook de inspectie door de president die zullen plaatsvinden. En dan volgt dan het defilé, waarna het gemotoriseerd gedeelte nog even kan aanzetten. Vervolgens is het afmarcheren naar respectievelijk 2 vooraf afgesproken plekken. Waar de vaandelwachten van zowel de politie als van het Nationaal Leger zullen uittreden. En dan hebben we dan de ontbinding. In die tussentijd, terwijl het defilé achter de rug is, vindt kort daarna de jump plaats van de parachutisten. En dan denk ik dat wij dat dan zullen hebben gehad. En is er in dat programma ergens iets erbij gezet als, zal ik het noemen, een memorering aan de mensen die zijn omgekomen? Natuurlijk zal dat plaatsvinden, maar dat zal dan geschieden door de conferenciers van zowel de politie als het Nationaal Leger, dat er een minuutje stilte in acht zal worden genomen voor de overleden Surinamers. De politie had, althans de bond bij het Korps Politie Suriname, had eerder gedreigd om niet deel te nemen. Heeft u enig idee van hoe dat nu zit? Doet de politie mee? Vanuit mijn positie kan ik niet afgaan op wat het bondsbestuur aangeeft. Ja, ik kan dat niet doen. Ik dien onder een korpsleiding, oftewel een korpschef. En van de korpschef heb ik geen instructies ontvangen om te stoppen met de verdere coördinatie of in ieder geval de verdere organisatie en tot stand brengen van de hele parade en het defilé. Dus aan de hand daarvan kunnen wij gevoeglijk aannemen dat de deelname van de politie aan de parade defilé normaal doorgaat. De parade defilé op zichzelf, of de politie nou zou deelnemen of niet, zou wel doorgaan. Dat gaat onverkort door. Het Nationaal Leger blijft zijn ding doen. Maar ten aanzien van de deelname van de politie, wij hebben geen instructie ontvangen van de korpschef dat we moeten stoppen met de voorbereidingen. Dus wij gaan ons ding doen. We hebben gisteren de generale repetitie gehad. Dinsdag de pre-generale. Dat deel dat is opgekomen is in principe gereed voor deelname morgen aan de parade en het daaraan verbonden defilé. Normaliter worden heel wat events georganiseerd, onder andere in de Palmentuin. Bij Wakapassi zijn er wat dingen meestal. En ik ga ervan uit dat er daarvoor vergunningen worden aangevraagd en daardoor de politie op de hoogte is. Weet u toevallig als er activiteiten zijn van particulieren, dus niet vanuit de regering georganiseerd? Nee, ik denk dat we wat dat stuk betreft, ten aanzien van particulieren, ik zal vanuit mijn positie geen antwoord kunnen geven op die vraag. Ik denk dat u daarvoor echt moet zijn bij de districtscommissaris. Of de verschillende districtscommissarissen. Meneer Kensmil, ik wil afsluiten en ik wilde u vragen, heeft u een srividentieboodschap voor de luisteraars? Ja, srividentieboodschap. Suriname is 48 jaar al onafhankelijk. We waren in onze kinderschoenen langzamerhand. Ja, we kennen de situatie als jong persoon, dat je op een gegeven moment het streven hebt om je eigen woning te hebben, eigen dit te hebben, eigen dat te hebben. Je huisje, boompje, beetje, alles. En dat vergt heel wat inspanning om het niveau te bereiken. Tegen mijn medelandgenoten zeg ik, laten we alle inspanningen plegen ten faveur van onze republiek.
ten faveur van de Republiek Suriname. Alle schouders onder het werk zetten om het land ooit eens te brengen naar overige voorbeelden in de wereld. En er zijn toch voorbeelden die genoemd kunnen worden. En dan maakt het niet uit wie of wat in de regering zit. Dat is voor ons niet zozeer van belang. Het gaat erom, blijf je inzetten. Blijf je inzetten. Ik wens de Surinamers voor morgen een hele, hele bezinningsvolle dag toe. Kijken we tot waar we zijn gekomen na 48 jaar. En dat we met vereende krachten doorgaan om de komende 48 jaar het nog beter te maken. Voor ons en voor ons nageslacht.